hele goede avond, dames en heren. Nog één keer wil ze het Noorderlicht zien. 18-jarige Sanne van Maurik van het Trivialen College uit Sittard en haar medeleerlingen die willen er daarbij helpen. Ze is ernstig ziek. En komende zondag gaan er honderden studenten, honderden leerlingen van het Trivialum lopen in de disfamilieloop in Sittard. Om geld op te halen voor Sanne, om die laatste wens realiteit te laten worden. Vandaag begon de inzameling in Sittard. Moeten wij even storen? Heel even. Dag meneer Bolen. Jullie komen opa. Wij komen collecteren voor Sanne. Voor Sanne. Zoals jullie allemaal waarschijnlijk al de afgelopen week gehoord hebben, is Sanne ziek en wil ze graag nog een keer het Noorderlicht zien en willen wij als school daar geld voor ophalen. Jens Wijnans is de vriend van Sanne en loopt voorop in de strijd tegen kanker. De ziekte die keihard heeft toegeslagen bij zijn vriendin. In juni weten we of de chemo aanslaat. En als die aanslaat, dan krijgt ze nog 3 jaar chemo. En als die niet aanslaat, dan zal het waarschijnlijk nog enkele maanden zijn. Sanne heeft volgens de artsen maar een paar procent kans om te overleven. Vorig jaar werd bij haar een hersentumor geconstateerd. Na een operatie, bestraling en chemobehandelingen kreeg ze te horen dat de kanker weg was. 2 weken geleden kregen we het bericht dat bij een controle was gebleken dat het toch weer terug was. Nu in het ruggenmerg. En dat is natuurlijk, als een blad aan een boom verandert dat natuurlijk alles, slaat alles om. Iedereen was blij dat ze weer genezen was en het haar kwam weer terug en ja, iedereen was gewoon weer blij. En ja, zijn nieuws, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Het was weg, dus er werden weer plannen gemaakt om school op te pakken. Vlijtig als ze was en positief wilde ze ook wel dit jaar examen gaan doen in verschillende vakken. Dank je. Vandaag is het actiedag op school. In iedere klas wordt geld opgehaald. Ja, ik heb zelf 20 euro gegeven, mijn moeder 20 en mijn vader 20. Dus ik heb 60 euro gegeven. En alle leerlingen worden opgeroepen om mee te lopen zondag. Want de organisatie van de Dis Familieloop sponsort voor iedere leerling die meedoet een tientje. Gaan jullie ook nog rennen? Ja, zeker. Het wordt wel nog zwaar. Het is maar 2,5 kilometer. Ja, dan nog, maar dat is het wel zeker waard. De school hoopt dat zo'n 500 leerlingen aan de start verschijnen. Opvallend is dat de leerlingen niet treuren, maar heel strijdbaar zijn. Ik vind het heel mooi dat iedereen zich zo inzet voor medeleerling. Dat vind ik echt. Ja, ik blijf ook gewoon blij met haar. Dus gewoon leuke dingen doen. En dan blijven we allebei gewoon blij. En dan redden we het wel. Want het wordt gewoon 3 jaar nog chemo. Dus het zal nog 3 zware jaren worden voor haar. Ze redt het gewoon. Ze gaat het gewoon redden, ja. De leerlingen hebben al heel veel geld opgehaald de laatste dagen. Zondag gaan de scholieren rennen voor Sanne. En dan zal ook de totale opbrengst van de acties bekend worden gemaakt. En dan kan Sanne zo snel mogelijk naar het Noorderlicht. Een uitgebreide samenvatting van die Run for Sanne, zoals die ondertussen genoemd wordt, die is komende week te zien in L1 Sport in onze nieuwe serie Limburg Helpt. En dan blijven we in Sittard geleen, gaan we naar het ijshockey en weten we dat het topijshockey serieus in gevaar is. Sinds het opstappen van het bestuur van de Eaters. Lukt bij ons ook goed. Ja. Op de kop af 2 maanden was Govert van der Vaart voorzitter van Ruiters Eaters. Bij zijn aanstelling sprak hij nog over een uitdaging. Een moeilijke uitdaging, dat wel. Ik ga me alleen bezighouden met de toekomst, Sander. En die toekomst stopt abrupt, al na 2 maanden. Ik denk dat het niet tekort is. Nogmaals, we hebben een begroting gemaakt en we moeten nu verplichtingen aangaan. En als er geen geld is, gaan wij die verplichtingen niet aan. En dat lijkt me toch, of je dat nou, je kunt het beter nu doen, als dat je het over 2 maanden gaat zeggen van, sorry jongens, maar het lukt ons niet. Volgens de stichting kan er met het budget geen volwaardig eredivisieteam gevormd worden. Het bestuur twijfelt ook aan de hoeveelheid sponsorgeld die kan worden binnengehaald. Het ziet geen mogelijkheid om de spelers, IJssel Klaanenbroek en de begeleiding voor het team te betalen. Toch was er nog een andere optie. Als het zou moeten als een divisie lager, ik heb gezegd ik zou willen blijven, maar dan op een manier dat je gaat bouwen om terug te komen binnen 1 of 2 jaar in Eredivisie, wat betekent minder imports en veel meer energie in je eigen jeugd. Maar zouden we een treetje lager moeten gaan spelen? Ja, dan komen we in conflict met een team van de jeugdbelangen die al in die Eredivisie of in de eerste divisie spelen. Dat zou betekenen dat je met 2 teams moet gaan spelen en dat je ook voor 2 teams spelers moet hebben. De optie van degradatie naar een lagere klasse zit er dus niet in.
De Stichting Professioneel IJshockey Limburg, die sponsoren zoekt voor Ruiters Eaters, vindt het jammer dat het nieuwe bestuur van de Eaters alweer weg is. Pijl hoopt binnen anderhalve week een nieuw bestuur voor te kunnen stellen. Daarmee moet top ijshockey in het liefste eredivisie komend jaar veiliggesteld worden. Ja, de laatste ontwikkeling over de ijshockey vindt u op L1.nl. Tot zover, morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele prettige avond.